Ik ben Sandra Koster en ik neem jullie vandaag echt in vogelvlucht mee door de update van Score. Want wij hebben niet stilgezeten tijdens de coronacrisis. We hebben onze tijd goed benut. Vandaag ga ik jullie meer de wat inhoudelijke kant laten zien van de update. En Christine zal wat meer de technische features gaan tonen. Ik ga vandaag ook niet uitgebreid stilstaan bij de achtergrond van Score, want daar kun je eigenlijk beter de cursus of de workshop voor volgen die zowel bij Jabla als bij RDG Campagne gegeven wordt. Score is gebaseerd op evidence-based onderzoek en draait nu al een aantal jaar in Nederland, vanaf 2017. En in de loop der jaren zijn er wat wensen bijgekomen van gebruikers en professionals. En de uitbreiding nu naar Score 2.0 is eigenlijk vooral een practice-based uitbreiding, waarbij de internationale partners hun wensen ten aanzien van een update hebben besproken. Maar ook gebruikers en logopedisten uit Nederland en België hebben mooie suggesties aangedragen. We hebben woordenlijsten weer hierin verwerkt. En ook interessant voor het onderwijs is dat er nu ook goed gekeken is naar de leerlijnen voor het speciaal onderwijs. Nou, al met al zijn er ongeveer 1000 symbolen bijgekomen. Dus dat is een mooie uitbreiding van ongeveer 2500 naar 3500 symbolen. En ik wil jullie eerst even meenemen naar de papieren materialen. Want als je binnen MindExpress 5, dan kun je heel makkelijk bestanden importeren, waaronder Score versie 2 printmateriaal. En dit is heel interessant. Met dat printmateriaal kunnen ouders en hun kind, maar ook de professional, alvast wennen aan het scoresysteem. Je kunt beginnen met een A4-kaart, en die wil ik eventjes laten zien. Waarbij je dus aan de buitenzijde de kernwoorden hebt staan en aan de binnenkant de randwoorden, waaronder de auto en de bal. Deze kun je steeds verder gaan uitbreiden. Dus je begint met een A4-kaart. En je kunt verder toewerken naar een A3-kaart. Dus dat is een kaart de grootte van een placemat. Deze kaart die kun je zelf printen, maar je kunt hem ook op papier bestellen bij Jabla en RDG Campagne. Maar je kunt hem ook zelfs bestellen als muurkaart. En dan kun je hem bijvoorbeeld in de klas gaan gebruiken. Je hebt dus eigenlijk een oplopende lijn. En een stap verder is dat je bijvoorbeeld gaat werken met de binder. En dat is die map. En daar zijn de kaarten ook weer vernieuwd. Dus het is helemaal nu een mooie, constante oplopende lijn geworden. In dat printmateriaal, daar staat onderaan, en ik zal het jullie eventjes laten zien als ik verder scroll. Er staat ook een schabloon voor de randwoordenschat. En die is heel handig, want die kun je gebruiken om themakaartjes te maken. Die themakaartjes kun je printen en dan krijg je bijvoorbeeld een themakaartje zoals dit. En die kun je dan eigenlijk heel leuk op een kernwoordenkaart bevestigen. En dan gaan de kinderen ook alvast wennen aan dat dynamisch blok in het midden. Die zal ik jullie in Score 2.0, dus echt de digitale versie, zal ik jullie die laten zien. En dat is dus de kracht van Score, is dat je dus aan de buitenkant de kernwoorden hebt staan. En dus in het midden dat dynamisch blok. Dus dat wisselt. Hier heb je bijvoorbeeld nu de lichaamsdelen. En als ik wissel naar wc, dan heb ik alle themawoorden of de randwoorden over de wc heb ik hier staan. Dus dat blok in het midden, dat wisselt. En dat wisselen van dat blok kun je dus al heel mooi met die papieren materialen gaan nabootsen. Waardoor de leerling echt ook al wendt aan het principe van Score.
dat dynamisch blok en die kernwoorden die aan de rand staan, die basis is natuurlijk gewoon gelijk gebleven bij score 2.0. Ook de categorieën bovenaan, die zijn nog precies hetzelfde. Wat er is veranderd, zijn de subcategorieën. Dus er zijn meer subcategorieën gekomen. Wat ook is veranderd, is wel een stukje in de kernwoordenschat. Die hebben we eigenlijk wat vereenvoudigd. Dus we hebben daar niks toegevoegd. Sterker nog, we hebben daar wat dingen weggehaald. We hebben hem wat overzichtelijker gemaakt. Waardoor je bijvoorbeeld bij de kernwoorden, en nu ga ik bijvoorbeeld klikken op die drie puntjes bij de werkwoorden. En dan zie je hier staan in het middenblok nu meer werkwoorden. En ik kan dan verder klikken naar laag 2. Dus ik heb hier nu meer werkwoorden 2. En dan klik ik nog een keer en dan ga ik weer naar de eerste laag. Datzelfde is bij alle andere categorieën gedaan. Bijvoorbeeld de bijwoorden. Heb ik ook maar 2 lagen dat ik de diepte in kan. En dat is hiermee wat overzichtelijker geworden. Mensen hoeven niet meer echt te gaan zoeken. Wat is er nog veranderd? Dat we 4 soorten woordenschatten hebben. Te beginnen bij een hele eenvoudige woordenschat van 500 woorden. Volgende stap heb je 2000 woorden. Dan heb je al een prima begin. Vervolgens heb je een hele uitgebreide versie. En nog als laatste een volledige versie. En dat is de versie waar je echt de pubertaal gaat vinden. Een hoop ouders vonden het niet zo prettig dat als ze de volledige versie kozen, dat ze ook allerlei woorden zagen. En denk bijvoorbeeld aan woorden over seksualiteit of bijvoorbeeld scheldwoorden. Die wil je niet altijd in beeld hebben. Dus je kunt de uitgebreide versie kiezen en dan heb je dus eigenlijk bijna de volledige versie, behalve die woordjes die je misschien liever niet wil zien. We hebben ook in veel categorieën formulaic speech toegevoegd. En dat wil zeggen dat er snelle kant-en-klaar zinnen staan. Op die manier hoef je niet altijd zelf je zinnen te vormen, maar heb je ook juist die hele snelle communicatie te pakken. Af en toe zal ik daar wat van laten zien. Maar ik wil jullie gewoon eigenlijk vooral meenemen in wat je gaat zien in de nieuwe versie van Score. En dan laat ik gewoon eens alle categorieën zien. Dus als we beginnen bij kletsen, dan zie je hier 3 categorieën, subcategorieën. Snel contact. Hoe gaat het? Bijvoorbeeld snelle hulpvragen. En dan kun je hier onderaan je eigen hulpvragen invullen. Dus het ook een individueel verhaal hiervan maken. Je kunt snel iets regelen. Ja, bijvoorbeeld, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Je vindt er nu ook de grapjes, positieve gevoelens en negatieve gevoelens. Dat was, het is natuurlijk altijd best wel lastig om die 2 categorieën, omdat die abstracte gevoelens te beheersen. Ruzie en goedmaken. De scheldwoorden, maar bijvoorbeeld ook de opmerkingen met leuke geluiden erin. Cool. En een mapje om te personaliseren. Bijvoorbeeld het mapje over mij. Hier kun je foto's invoegen. Bijvoorbeeld, dit is mijn papa, dit is mijn mama, dit is mijn huisdier, et cetera. Bij mensen heb je meer categorieën. Je hebt nu een uitsplitsing van gezin en familie, waarbij je ook gelijk een indeling hebt waardoor je de foto's hier kunt toevoegen. Je hebt een blad over school. Hier kun je de foto's zetten van de leerkrachten en de kinderen. Je hebt een blad over therapeuten. En hierbij heb je ook mogelijke therapeuten die je kunt tegenkomen en een foto die je erachter kunt zetten. Dan gaan we naar eten en drinken. En hier zie je ook weer die formulaic speech. Bijvoorbeeld,
Wil je mij dat aangeven? Nou, wat vind je hier nog meer? Dat zijn bijvoorbeeld de broodsoorten. Die hebben we echt op een aparte pagina gezet. Als je verder gaat kijken, dan zie je hier bijvoorbeeld de hartige snacks. Dus niet alleen maar iets lekkers met snoep of koek, maar ook de hartige snacks. En op vele verzoek een blad met fastfood. Met bijvoorbeeld frietjes en een kroket. Als we naar lichaam gaan, categorie lichaam. Dan zie je hier nu de lichaamsdelen. Wat is toegevoegd is bijvoorbeeld het blad over de wc. Omdat dat echt ook heel vaak op een dag gebeurt. En mensen ook vaak dit soort kaartjes willen printen en in het toilet willen hangen. Dus die hebben we toegevoegd. Wat je ook ziet is een blad over ziekte. Maar daarnaast een blad over beter maken. En dus hier zie je alles wat je bij de dokter doet. En veel, ook hier wil die formulaic speech. Ik voel me goed. Ik wens je veel beterschap. En bijvoorbeeld een blad over de tandarts. Mijn tand is eruit. En hier zie je bijvoorbeeld ook de bladen die echt voor die pubertaal dan zijn. We hebben een blad over badkamer, maar dan voor volwassenen bijvoorbeeld. En hier zie je dus de taal die je misschien niet zozeer nodig hebt als kind zijnde. Dus we dekken ook een aantal plaatjes af en je kunt ze ook gewoon weer zichtbaar maken. Als je toch zegt van ik heb bepaalde dingen wel nodig, dan kun je ze gewoon heel makkelijk aanklikken en zichtbaar maken. Als je naar het blad van tijd kijkt, dan is de grootste toevoeging is dat we verschillende feestdagen hebben toegevoegd. Waaronder een blad van Pasen. En hier kun je dus ook weer zelf je woordenschat nog verder aan toevoegen als je dat wil. We hebben ook een weekplanner of een kalender gemaakt. En hierbij kun je boodschappen opslaan. Dus je kunt eigenlijk jezelf je eigen agenda maken. Kijk je bij school, er zijn hier weinig categorieën toegevoegd, maar hier hebben we vooral gekeken naar de leerlijnen. En die kun je bijvoorbeeld vinden bij het blad over bijvoorbeeld meten en wegen. Heeft hele specifieke dingen die je echt volgens die leerlijnen moet gaan leren op school. Waaronder het wegen en ook het meten. Bij vrije tijd zijn wel veel categorieën toegevoegd. We hebben nu een categorie niet alleen maar speelgoed, maar ook buitenspelen. En hier zie je dus alles wat je buiten kunt spelen. Maar ook bijvoorbeeld deze zin, mag ik meedoen? Dat is ook iets typisch van die leerlijnen. Mag ik meedoen? Wat is toegevoegd hier verder is een blad over tv en film. Hier staan een aantal suggesties, maar de bedoeling is vooral dat je hier je eigen favoriete films en tv-programma's toevoegt. En hetzelfde geldt voor je favoriete tv-figuren. Er is ook een blad over dans en toneel toegevoegd en een blad over bijvoorbeeld zwemles. Ga je naar huis, dan zie je hier ook wat meer categorieën. Waaronder de schoonmaak en bijvoorbeeld de was draaien. Afval sorteren, wat ook in het onderwijs nog wel eens voorkomt. En werken in de tuin. Dan gaan we naar de categorie onderweg. En hier zie je ook weer nieuwe categorieën, waaronder de onderdelen van een auto. De hulpdiensten. Dit is eigenlijk al een taalactiviteitenkaart op zich, met de personen die je daarbij tegenkomt, de voorwerpen, wat je daarbij doet. Je hebt een blad over geld. En we hebben veel aandacht besteed nu aan de uitstapjes. Waar ga je naartoe?
En dan bijvoorbeeld ook, stel dat je naar een pretpark gaat of een kermis, dat je hier ook je favoriete attracties kunt toevoegen. En je kunt dus heel veel ook dit stukje gaan personaliseren. Bij dieren en natuur zie je meer categorieën van de dieren. We hebben toegevoegd de waterdieren en de insecten. Maar ook een blad over dieren verzorgen. En hier vind je dingen als de hond uitlaten. En dingen die je misschien bij de dierenwinkel moet halen. En je ziet hier ook meer over de natuur zelf. Dus de landschappen, waterland en bijvoorbeeld de ruimte. Nou, ik laat nog heel eventjes iets zien wat Christine ook straks uitgebreid gaat vertellen. We hebben nu ook een visual scene display toegevoegd. En dat wil zeggen dat je eigenlijk heel makkelijk een themakaart kan maken met in het midden een foto. Dat kan dus ook een foto nu van Pasen zijn. En dat je daar zelf symbolen aan kunt toevoegen. Het is helemaal leuk als je dat als een soort oefening gaat doen. Dus dat je bijvoorbeeld een kaart over Pasen gaat maken en dan vraagt aan de leerling van, goh, wat zie jij op die foto staan? En dat je dan in het systeem samen op zoek gaat naar het konijn, naar het ei. En dat je dat dan aanklikt en hier gaat neerzetten. Dus dan kun je ook, in plaats van een kant-en-klaar visual scene display, kun je het ook gaan inzetten specifiek als een oefening om symbolen in het systeem te gaan vinden. Christine gaat daar straks verder uitleg over geven. Dit was eigenlijk heel snel wat er is toegevoegd. Voordat ik Christine het woord ga geven, is eventjes de vraag aan Vrouwkje of er in de tussentijd vragen zijn. Ja, er zijn een aantal vragen binnengekomen. Sommige hebben we al via de chat kunnen beantwoorden. Maar een vraag die bijvoorbeeld naar voren kwam is uit hoeveel woorden. Ik zoek hem heel even op. Ik had hem geparkeerd. Uit hoeveel woorden bestaat de uitgebreide en de volledige versie? Weet ik niet precies uit mijn hoofd, dat zou ik na moeten zoeken. Maar het scheelt niet zoveel. Ik denk dat de uitgebreide versie, het zal op een 3450 woorden misschien zitten. En de volledige versie op misschien 3500 woorden. Het zijn echt maar die pubertaal, die hebben we eventjes afgedekt. Het zal zijn het verschil 500 woordjes, hooguit. Ja, Sandra, ik heb het er even opgezocht. Zal ik het? Het is inderdaad de uitgebreide versie. Die komt inderdaad op een totaal nu van 3255 woorden. Misschien zetten we een aantal naast, dat weet ik niet. De recente info zal sowieso terug te vinden zijn in de handleiding. En dan de volledige versie, die komt dan nu op 3524. Ja. Maar die info komt zeker in de geüpdate handleiding. Ja. We hadden nog een andere vraag. Ik hoop dat deze hiermee beantwoord is in ieder geval. De andere vraag die ook wel voor ieder interessant kan zijn is, wat als de plaatjes te klein zijn in verband met oogproblemen? Zijn ze te vergroot en hoe gaat het dan met de grote woordenschat? En kun je dan ook alle woordjes kwijt? Ja. Dat is heel leuk. Dat is al een mooie intro voor het tweede deel. Ja. Oké. Zal ik mijn scherm... stop even met mijn scherm delen en dan neemt Christine dit over. Dan ga ik nu even mijn scherm en geluid delen. Dus dankjewel. Ik zou inderdaad meer de specifieke Mind Express 5 functionaliteiten willen voorstellen die geïntegreerd werden in Score. Dus misschien een aantal zaken die nu in Score versie 2 zitten rond het aan de slag gaan. Dus als je effectief Score leert kennen, als je effectief die taal gaat ondersteunen met Score, als je effectief gaat modelleren. Wat zijn dan de handvaten in Score versie 2? Dat zou ik graag eerst even tonen. Dus inderdaad, Sandra had het al even aangestipt, dus de
mogelijkheid om de vocabulaire te reduceren qua hoeveelheid woordenschat, zonder de scorestructuur los te laten. Dus in de instellingen van score versie 2, linksbovenaan, kan je dus inderdaad de layout gaan wijzigen. Het is een beetje beveiligd, zodat de OC-gebruiker dit niet zelf kan aanpassen, per ongeluk of minder per ongeluk. Dus beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord kan je terugvinden in de scorehandleiding, maar is dus eigenlijk gewoon 1, 2, 3, 4 en aanvinken. En dan zie je dus inderdaad die trapsgewijze opbouw tot de volledige versie. Dus als je klikt op 500, dan activeer je de 500 versie. Dus minder antwoorden en ook een beetje minder kernwoorden. Je kan op elk moment dus naar een volgend trapje gaan door te klikken op de volgende versie en die effectief te gaan toepassen. Dus in de 2000-versie komt er iets meer kernwoordenschat bij, meer antwoordenschat bij. Die uitgebreide versie, dan heb je inderdaad al die kernwoorden, heel wat meer antwoordenschat, maar toch nog die pubertaal onder meer verborgen. Die vind je dan terug in die volledige versie die je ook gewoon zo kan toepassen. Dus trapsgewijs word je al een beetje geleid in die groeicurve en zeker nog de mogelijkheid om vakjes individueel zichtbaar, onzichtbaar te maken in MindExpress. Dat blijft mogelijk. Een hulp tijdens het modelleren dan, dus als we effectief aan de slag gaan met score, aan het vertellen zijn met score. Wie weet leer jij score nog kennen en zeker de woordenschat van score versie 2 nog kennen. Weet dus dat je in MindExpress beschikt over zoekfuncties. Dus via de menubalk kan je in eender welk document gaan zoeken. En ook in bewerken heb je een zoekfunctie in MindExpress. Maar in score versie 2 hebben we die mooi geïntegreerd in het bestand zelf. Dus dat maakt het een stuk laagdrempeliger om een bepaald woord dat je zoekt een doelwoord te gaan opzoeken. Dus weet je niet of een doelwoord in score staat, dan kan je naar instellingen gaan weer, linksbovenaan. En dan kan je dat woord gaan opzoeken via deze knop. Dus je klikt hierop en dan krijg je het zoekvenster te zien. Dus als begeleider kan je met jouw aangesloten toetsenbord jouw woord gaan ingeven om het op te zoeken. Weet dat je ook een onscreen toetsenbord erbij kan halen. Maar het kan ook nog een stukje gemakkelijker. Je kan ook gewoon het toetsenbord van score zelf gebruiken. Dus de toetsenborden van score die vind je naast de hoofdcategorieën hier. En dan zie je verschillende beschikbare toetsenborden, fonetisch kleine letters. En deze kan je dus ook gebruiken om jouw zoekopdracht in te geven voor de zoekfunctie. Dus ik zoek bijvoorbeeld het woordje. Dus wat ik in mijn notitiebalk heb staan, dat kan ik gebruiken als zoekopdracht voor woordzoeken. En dan zie je, staat het woord erin, ja of nee? En waar staat het precies? En dan kan je op de koek die je wenst klikken om die effectief om effectief de weg te vinden naar die specifieke koek. Dus ik klik nu op ontbijtkoek en dan krijg ik heel visueel het motorisch pad naar ontbijtkoek. De ontbijtkoek. Dus dan heb je al eens het motorisch pad afgelegd als OC-gebruiker of als begeleider. Dus die zoekfunctie tijdens het modelleren, tijdens het werken met score versie 2. Dan heb je ook tijdens het werken in score dus die grammatica. Ik ga even kort herhalen wat er al in score zat, namelijk de mogelijkheid om een aantal zaken automatisch te vervoegen en verbuigen. Dus als ik gewoon ingeef ik ben, dan zie je dat automatisch er al een zekere congruentie is. Wat had je nog in score versie 1.76? Wel, dat is als je een woord aanklikt. Drinken. Dat je de nodige vervoeging of verbuiging hier automatisch te zien krijgt, zodat je die eenvoudig kan toepassen nadien. Zal drinken. Dronk. Wat je nu ook bijkomend hebt, dus wat nieuw is in score versie 2, is de mogelijkheid om de grammatica vooraf in te stellen. Dus niet alleen spelen met grammatica na het aanklikken van het doelwoord, maar ook alvast te gaan anticiperen. Ik zal het even concreet maken. Dus postgrammatica, wat ik juist getoond heb, dat heb je standaard in jouw score versie 2. Maar wie weet wil je ook
die acties om vooraf grammatica aan te passen. Als je dat graag wenst, dan kan je bij de instellingen de grammatica vooraf, dus de pre-grammatica, activeren. Dus als ik klik op grammatica vooraf, dan krijg je dit venster dat je al een beetje uitlegt wat dit precies is. En dan kan je dit effectief gaan toevoegen, die grammatica vooraf, aan jouw score versie 2. Wat betekent dat nu? Dat betekent dat op jouw startpagina dat je hier altijd een grammatica vooraf knopje hebt staan. Dus in eender welke hoofdcategorie, in eender welke subcategorie, kan je altijd vooraf de grammatica alvast gaan instellen. Dat betekent, als ik klik op grammatica vooraf, dat je hier ziet hoe je jouw werkwoord kan gaan vervoegen, kan gaan aanpassen. Ik ga even verder klikken op de drie puntjes. Of dat je ook vooraf alvast jouw zelfstandig naamwoord kan gaan verbuigen. Dus die grammatica vooraf, jij bepaalt of je die ook beschikbaar wilt in scoreversie 2. Dat is iets dat je in de instellingen kan aan- of uitzetten. Dan heb je dus inderdaad de zoekfunctie, die grammaticale mogelijkheden. En in die grammaticale mogelijkheden is het ook interessant om te weten dat nu ook de verkleinvormen voorhanden zijn. Dus dat is ook dankzij feedback uit het veld. Dus zowel bij die postgrammatica, zie je dat je het nu niet alleen in het enkelvoud of meervoud kan plaatsen, jouw doelwoord, maar dat je ook meteen een verkleinwoord van kan maken of de verkleinvorm in het meervoud kan zetten. Ook in die pregrammatica heb je die mogelijkheid dus om een bepaald doelwoord in de verkleinvorm te zetten. Dat moest ik er nog even bij vertellen. In dat proces van aan de slag gaan. Inderdaad, dan werd er gesproken over personen met visuele uitdagingen, wie weet ook motorische uitdagingen. Hoe kan ik mijn woordenschat in score gaan vergroten? We gaan het op het einde zeker ook nog kort hebben over de tweestapsversie van score en de miniscores. Die beantwoorden misschien ook een beetje de vraag. Maar in score versie 2 kan je jouw dynamisch blok, dus inderdaad jouw randwoordenschat, jouw woordenschat die hier getoond wordt, dat kan je gaan vergroten. Dus deze pagina, als je die van naderbij wil gaan bekijken, dan kan je klikken op de pagina-indicator rechtsbovenaan in het blok. En als je daarop klikt, dan krijg je dat middenvak in volledige weergave, als het ware. Dus dan kan je nauwkeuriger kijken naar de fotootjes, nauwkeuriger kijken naar symbolen. En het geeft misschien ook de mogelijkheid om een iets gereduceerde weergave of woordenschat te hebben, bijvoorbeeld tijdens een bepaalde activiteit. En het maakt het dus misschien ook toegankelijker voor die visus, voor die motoriek. Wil je terug weg uit deze pop-up, als het ware, dan klik je terug op de pagina-indicator rechts in de hoek. Dus eender welk middenvak kan je vergroten via die pagina-indicator en kan je weer verlaten via de pagina-indicator. Dus wie weet beantwoordt dat een beetje de vraag uit de chat. Dus dat zijn die tools bij het aan de slag gaan in MindExpress, in score versie 2. Dan gaan we nu even kijken inderdaad naar de manieren waarop je score versie 2 eenvoudig kan gaan personaliseren en eenvoudig kan gaan uitbreiden. Dus Sandra had al even de aandacht gevestigd op de verschillende plekjes waar je eigen woordenschat kan gaan toevoegen. Bijvoorbeeld bij gezin en familie zie je hier alvast ruimte om eigen gezinsleden, familieleden te gaan toevoegen. Het voordeel hiervan is dat je alvast de juiste stijl hebt, de juiste layout, de juiste kleur hebt en dat je eventueel de nodige alvast grammaticale acties ter beschikking hebt. Nu gaan we even kijken hoe kan ik hier mijn eigen fotootje van mijn eigen broer of zus hierin gaan toevoegen. Dat betekent dat we iets willen gaan bewerken in score versie 2. Dus dan gaan we naar bewerken in MindExpress. Dus dat kan via de menubalk naar bewerken of via de F2 van jouw toetsenbord. Je zal hier heel duidelijk zien van, dat middenblok dat die pagina's toont rond een bepaald thema. Dat is eigenlijk een soort van televisieschermpje waarin die thema's worden getoond. Wil je iets gaan aanpassen aan dat thema, dan krijg je hier alvast duidelijk de instructie van kijk, dubbelklik om die achterliggende pagina te gaan bewerken. Dus je wordt automatisch heel eenvoudig naar die pagina gebracht die jij wou gaan personaliseren
Dus hier wil ik bijvoorbeeld mijn eigen foto. Ik hoef de stijl niet meer aan te passen, de acties zijn oké. Ik moet hier gewoon nog mijn eigen figuur gaan zoeken. Vind je geen gewenste figuur automatisch, dan heb je het figurenvenster van MindExpress 5, zodat je heel eenvoudig een foto van het internet kan halen, een foto van op je computer kan gebruiken, of wie weet nog even snel een foto wil trekken van de therapeut, van mama of van papa. Dus nu ga ik even via het internet gaan en ga ik even snel mijn eigen foto toevoegen. Als je jouw eindresultaat gaat bekijken, dan kan je teruggaan naar pagina 1. Dat kan heel eenvoudig in MindExpress 5 met de pijltjesknoppen onderaan in beeld in mode bewerken. Ik zit hier natuurlijk een beetje vast met mijn zoomscherm. Of met de homeknop op jouw toetsenbord. En dan kan je jouw eindresultaat gaan bekijken wanneer het bewerken klaar is. Dus op die manier heb je alvast de mogelijkheid om eenvoudig vakjes te gaan personaliseren en in te vullen. Ook op paginaniveau word je geholpen om snel eigen themakaarten, eigen woordenschat te gaan toevoegen. Dat had je eigenlijk ook al in de vorige score. In elke hoofdcategorie heb je 2 kant-en-klare lege pagina's waar je vlot eigen woordenschat aan kan gaan toevoegen. Dus in elke hoofdcategorie vind je achteraan alvast lege blaadjes. Het is nu gewoon veel duidelijker gevisualiseerd dat die ter beschikking zijn en dat je die eenvoudig kan gaan vullen. Dus bijvoorbeeld, mijn hobby speelt zich af in de manege. Dus bij vrije tijd wil ik een aparte kaart rond de manege. Dat betekent dat ik hier gewoon de visualisatie moet aanpassen en dat ik deze pagina dus wil gaan vullen. Dus opnieuw, ik wil iets gaan bewerken, dus ik ga naar mode bewerken. Ik wou een duidelijke visualisatie hier, dus heb ik dubbelklik om deze even snel aan te passen. Dus dat betekent een nieuwe figuur en een duidelijk woordbeeld. Een duidelijk label heet dat dan in MindExpress 5. En dan gaan we even kijken naar het eindresultaat. Dus die manege die is heel vast duidelijk gevisualiseerd. Nu het vullen van jouw kaart. Op zich kan je dus naar die achterliggende pagina gaan en daar meteen starten met schrijven. Maar het is echt wel belangrijk en echt wel interessant om die scoreprincipes te respecteren. Dus dat betekent woordjes de juiste stijl geven, dus de juiste kleur geven. En om er alvast voor te zorgen dat als je op een vakje klikt, dat ook meteen de grammaticale acties in orde zijn. Dus bij het vullen van pagina's is dat wel prettig om daar rekening mee te houden. En dat is ook iets waar scoreversie 2 jou bij kan helpen. Namelijk in de categorie kletsen vind je in de tweede rij de pagina een nieuw plaatje. En dat begeleidt jou eigenlijk stap voor stap in het proces van het toevoegen van eigen woorden, eigen vakjes aan jouw score versie 2. Dus vanaf stap 1 staat het symbool scoren. Gebruik de zoekfunctie. Tot en met het effectief correct kopiëren en plakken op de juiste pagina. Dus stapsgewijs word je begeleid in dat proces. Bijvoorbeeld de manege, daar wil ik het woordje galopperen gaan toevoegen. Dan is het handig om eerst na te gaan, ja, staat het al ergens in mijn score? Zo niet, op welk blad ga ik het plaatsen? Dat weten wij nu al, bij vrije tijd manege. En dan even nadenken van ja, welk soort woord is dat, galopperen? En je hebt hier alvast een aantal voorbeeldjes ter illustratie. Nee, het is geen kant-en-klare zin, dus geen grijze stijl. Is het een persoon? Nee, dus geen gele stijl. En zo, is het een zelfstandig naamwoord, zoals hond en zee? Nee, een werkwoord. Oké. En dan heb je alvast een gekleurd vakje, kant-en-klaar leeg, hier voor jou, dat je eenvoudig kan kopiëren en plakken op de gewenste locatie. Dus dit vakje, dat staat hier eigenlijk al klaar voor jouw eigen werkwoorden. Dus je ziet de juiste stijl, de juiste acties. Dus dan kan je dat gewoon kopiëren met Ctrl-C bijvoorbeeld, of met de rechtermuisklik, of bij knippen en plakken kopiëren. En dan kan ik in mijn manege dichtbij mijn andere werkwoorden dit vakje gaan kleven.
met de knopjes hier, met jouw sneltoetsen of via rechtermuisklik. En zo heb je alvast een aantal zaken die voor jou voorgeprogrammeerd zijn. Dan hoef je gewoon nog een duidelijke visualisatie te vinden. En een woordbeeld. En de juiste tekstactie toe te voegen. Dus je hoeft dit niet te gebruiken, maar het zijn gewoon leidraden, hulpmiddeltjes, zodat je consequent op de juiste manier jouw score kan personaliseren en uitbreiden. Ik ga straks horen of er vragen zijn, maar ik zou graag nog een beetje doorgaan naar het volgende luikje, namelijk hoe kan scoreversie 2 jou ondersteunen in die weg naar eventuele geletterdheid en in die ontwikkeling van taal en metalinguïstiek. Dus concreet, de woordvoorspelling wil ik even bespreken en de tussenvoegsels. Dus in het kader van die metalinguïstiek, in het kader van uitbreiden van taal, had je in score al de tussenvoegsels. Die zijn ook nog altijd beschikbaar. Zo kan je jouw scorewoordenschat nog gaan uitbreiden met afgeleiden. Ik ga het even tonen. Dus als grammatica vooraf aanstaat, en je dit aanklikt, dan zie je dat je hier ook toegang hebt tot de tussenvoegsels. Dus ik ga er even op klikken. En dan zie je dus die kop- en staartstukjes die je kan gebruiken om afgeleiden te maken van jouw scorewoorden. Bijvoorbeeld, ik heb het grondwoord goed. Goed. En dan kan ik daar goedheid van gaan maken. Dus kop- en staartstukjes die automatisch gesynthetiseerd worden tot een nieuw woordje. Dus je ziet hier ook bij de tussenvoegsels, de stijlen zijn een beetje aangepast, zodat de woordbeelden groter zijn, visueel duidelijker zijn. Qua geletterdheid heb je dus inderdaad toetsenborden in scoreversie 2. Gewone lettertjes, de hoofdletters, de fonetische klanken. De mogelijkheid om een hoofdletter te maken. En dan ga je zien... Zodra je begint te spellen of zodra je woordjes begint in te geven in scoreversie 2, dat je dus woordvoorspelling hebt die meedenkt met jou. Welk woord je eigenlijk wil toevoegen of welk volgend woord je nodig hebt. Dus die woordvoorspelling die was al aanwezig in score. Die had al symbooltjes, dus er is daarbij komend symboolvoorspelling bij als je dat wil. Maar nu heb je ook hier... iets wat anders gekleurde vakjes, die zijn ook woordvoorspelling, maar dat zijn alternatieve woordvoorspellingsvakjes. Dus als je al één of meerdere spellingsfouten hebt gemaakt, dan gaan die alternatieve woordvoorspellingsvakjes meedenken en jou trachten te corrigeren en aan te vullen. Goed. Dus in het kader van die geletterdheid, die beginnende geletterdheid, heb je dus die woordvoorspelling met eventueel symboolondersteuning en die alternatieve woordvoorspelling. Dan zou ik het inderdaad kort nog even willen hebben over die media en extra's in scoreversie 2. Dus die multimodale mogelijkheden. Dus ik ga even naar media en extra's. En dan zie je heel wat vertrouwde zaken terugkomen vanuit de reguliere score, vanuit de vorige score. Nog altijd de mogelijkheid om eigen muziek te gaan toevoegen en die af te spelen vanuit score. Nog altijd de mogelijkheid om eigen filmpjes te gaan toevoegen in score om die af te spelen. Dit altijd mooi in het middenblok, zodat je jouw woordenschat er rond hebt om te kunnen vertellen bij die multimedia. Nu, de muziek, de filmpjes en de foto's, die zijn in scoreversie 2 ondergebracht in een dynamische lijst. Dus daar wordt zeker op ingegaan in de workshops. Maar ik wil toch al even tonen dus dat jouw muziek, dat jouw filmpjes, dat jouw foto's eigenlijk op een achterliggende pagina verzameld kunnen worden door jou. En hoe veel of hoe weinig filmpjes, muziek je ook hebt, die worden altijd mooi getoond op jouw doelpagina. Zonder dat je pagina's bij moet creëren, zaken moet aanpassen in de layout. Een bijkomend voordeel is dat je als je jouw scoreversie 2 gaat exporteren, gaat importeren op andere computers, dat je zeker al jouw muziekjes mee hebt, al jouw filmpjes mee hebt en jouw fotomateriaal bij hebt. Dat is een beetje iets technisch misschien, maar het geeft wel een aantal voordelen voor ons als begeleiders. Misschien heb je het ook al opgemerkt. Dus de foto's, daar heb je niet gewoon één fotoboekje. Maar heb je nu in scoreversie 2 alvast een aantal kant-en-klare fotoboekjes. Zodat je
vlot, zonder zelf nieuwe pagina's te moeten aanmaken, jouw eigen fotoboekjes kan gaan toevoegen in Score. Wat je misschien ook herkent van Score tot nu toe, is dat je foto's kan trekken, dus selfies kan maken of andere foto's kan trekken. Die worden uiteraard ook automatisch in een camerafotoboekje geplaatst. Dus je kan makkelijk door jouw eigen gemaakte foto's bladeren en daarbij gaan vertellen. Maar een bijkomend voordeel in Score versie 2 is dat je jouw eigen camerafoto's zelf kan gaan toekennen aan een bepaald fotoboekje. Dus je hoeft daar niet voor naar bewerken te gaan. Ik zou graag het even in actie tonen, maar mijn camera wordt ingenomen door Zoom. Daarom heb ik een opname gemaakt van hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. En dat deel ik graag met jullie als ik mijn Zoom-venster kan verplaatsen. Dus als je foto's maakt met Score versie 2, hoe je die dan makkelijk in een ander mapje kan toekennen dan jouw camerafotomapje. Dus in Media Extra's ga ik naar Camera, maak ik een foto. Die staat dan gewoon in mijn camerafotoboekje. Maar je kan die ook toevoegen aan een fotoboekje dat je kiest. We gaan dat nog eens doen. Dus ik maak een foto. Die staat bij mijn camerafoto's. Dat kan ik gewoon zo laten. Of ik voeg het toe aan een gewenst fotoboekje. En zo maak ik dus snel mijn eigen fotoboekje rond een bepaald thema. Ga ik even terug naar Score versie 2. Dus het beheren van foto's, het maken van fotoboekjes is ook weer een stuk laagdrempeliger in Score versie 2. Daarbij horend heb je ook die visual scene displays waar Sandra het even kort over had. Dus bijkletsen. Bij Media en Extra's natuurlijk heb je dus die visual scene display. Je hebt alvast een kant-en-klare ter illustratie over Max Verstappen. En dan kan je dus rond een bepaald thema deze kaart gaan aanpassen. Bijvoorbeeld rond Pasen ga je dat gaan bewerken en kan je dat gaan invullen als begeleider. Dus een grote foto in het midden en dan gerelateerde doelwoorden daar rond. Wat fijn is bij die visual scene display, is dat je dit ook als gebruiker zelf kan gaan invullen, inderdaad. Je krijgt een beetje uitleg hierbovenaan. Dus het woordje dat je in jouw notitiebalk zet, dat kan je gaan opslaan in een vakje hier van deze visual scene display. Dus op die manier inderdaad kan je een soort van woordweb creëren rond een bepaald thema. Kan je een eigen themakaart creëren rond een bepaald topic. Bijvoorbeeld, ik wil nog iets extra vertellen over Max Verstappen. Bijvoorbeeld dat het een rode raceauto is. Dan ga ik op zoek naar het gewenste doelwoord. Rood. Staat in mijn notitiebalk. En dan kan ik dat gewoon op de gewenste locatie gaan opslaan door te klikken op boodschap opslaan en dit op een leeg vakje te plaatsen of een huidig vakje te gaan overschrijven. Dus inderdaad, die zelfredzaamheid of die mogelijkheid om zelf als scoregebruiker jouw visual scene display te gaan maken, samenstellen. Ook voor ons als begeleider handig dat je dit niet in bewerken noodzakelijk moet gaan doen. Ik denk dat we de belangrijkste zaken in de verf hebben gezet. Kijk nog eens naar Sandra of ik iets vergeten ben of dat je graag me iets aanvult. Even kijken, er waren een tweetal vragen binnengekomen. Even kijken, er vroeg iemand of de woordvoorspelling ook uit te zetten is in verband met een spellingsdictee. Mm-hmm. En we hebben nog een vraag over YouTube. Maar we kunnen misschien eerst eventjes de woordvoorspelling doen. Oké. Okay. Is het goed dat ik die opneem en dat jij aanvult, Sandra? Ja. Dus inderdaad, op zich is er geen knopje waarmee je het in gebruikersweergave kan aan- of uitzetten. Maar het is uiteraard mogelijk om de vakjes tijdelijk onzichtbaar te zetten of de vakjes volledig te verwijderen. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Dus op zich, in mode bewerken kan je dus die achterliggende woordvoorspellingsvakjes kan je bijvoorbeeld samen gaan selecteren. Dus ofwel één vakje ofwel meerdere vakjes tegelijk gaan selecteren.
gaat misschien een beetje snel. Dat zijn dingen die we ook zeker in de opleiding zien. Hè. Dus je kan meerdere vakjes gaan selecteren. En dan kan je die in het rechterbewerkenpaneel bij eigenschappen onzichtbaar maken. En als je dan teruggaat naar pagina 1, bijvoorbeeld via de groene pijltjesknoppen, je stopt het bewerken, dan ga je zien dat de woordvoorspellingsvakjes niet meer actief zijn. Dus inbewerken, de woordvoorspellingsvakjes zichtbaar, onzichtbaar maken. Maar misschien is het wel een fijne om te evalueren of dat een instelling kan zijn. Ja. Is dat voldoende? En dan... En dan hadden we nog een vraag over YouTube. De vraag of je YouTube-filmpjes kon downloaden, begreep ik. Maar we hebben natuurlijk een andere manier om sneller binnen YouTube iets op te halen. Klopt, ja. Dus op zich, met jouw symbolen of met jouw letterkaarten kan je een zoekopdracht ingeven voor YouTube. Dus dat is eigenlijk niet veranderd ten opzichte van de voorgaande score. Dus ga ik het even tonen. Dus ofwel klik ik op een bepaald hond. Doelwoord, of zou ik het spellen. En dan kan ik dus inderdaad dit gaan opzoeken op YouTube via media en extras, via de YouTube-knop. En dan ga je zien dus dat met de zoekopdracht in jouw notitiebalk alvast... die filmpjes hier beschikbaar zijn en dat je die dus kan gaan afspelen. Zo in het middenvak, zodat je er nog bij kan vertellen. Of je kan naar volledige schermweergave gaan, zodat je echt de focus kan leggen op het filmpje zelf. Dus op zich hoef je dan geen filmpjes te downloaden en ze in jouw score te programmeren. Dan heb je gewoon, als je internetverbinding hebt en als je jouw score hebt, heb je die functionaliteit gewoon beschikbaar. Vraagt iemand of er een gratis update is voor degene die reeds met score werken. Dat is een goeie, ja. Dus inderdaad, heb je MindExpress 5, heb je een scorelicentie, dan ga je ook recht hebben op scoreversie 2. Dus eens je een licentie score hebt, heb je toegang tot de miniscore 1000, de tweestapsversie en score, de volledige versie, dus uiteraard ook scoreversie 2. Dus met jouw huidige scorelicentie heb je toegang tot scoreversie 2. Concreet kan je scoreversie 2 importeren in jouw MindExpress 5 via de MindExpress website. Ik weet niet of we dat weg moeten tonen of gaat ons dat een beetje te ver brengen. Nee, oké, super. Er komen nog twee vragen binnen ook, Christine. Ja. De eerste vraag is, hè, als je van je, om het zo te zeggen, oude scoreversie naar je nieuwe scoreversie gaat, 2.0, of je dan al je personalisaties behoudt? Mm-hmm. Dus dat is de eerste vraag. Nee, inderdaad. De personalisaties uit jouw scoreversie 1.76, die gaan niet automatisch verschijnen in jouw scoreversie 2. Is eigenlijk ook inderdaad hetzelfde dat we ervaren bij Aloha. Maar bij de Frequently Asked Questions komt er wel een item hoe je inderdaad jouw personalisaties zo vlot mogelijk kan overzetten naar scoreversie 2. Dus dat is zeker een topic dat aan bod zal komen op de website. Ja. En de tweede vraag was, als je geen MindExpress 5 hebt, is score 2.0 dan niet beschikbaar? Nee, klopt. Het is enkel beschikbaar voor MindExpress 5. Xander, ik weet niet. Ja, nee, dat is het inderdaad. Hè. Enkel in MindExpress 5, ja. Weet dat je MindExpress 5 gratis kan uitproberen als demo, 2 maanden lang. En dat je daar dus dan ook score in kan gaan uitproberen. Dat kunnen we misschien wel al meegeven. Die info vind je terug op de website van Jabla. Je kan MindExpress 4 en MindExpress 5 trouwens naast elkaar gebruiken op jouw computer. Hè? Dus je kan blijven werken met MindExpress 4. Wil je die demo eens uitproberen van MindExpress 5? Wil je score versie 2 uitproberen? Dat kan volledig naast elkaar. Wat ik misschien nog even wou zeggen over behoud je personalisaties. In MindExpress 5 heb je de mogelijkheid om eenvoudig pagina's uit te wisselen tussen bestanden.
Dus je kan uit jouw score versie 1.76 iets gaan exporteren en dit gaan importeren in score versie 2. Dus dat is wat er onder andere in de frequently asked questions op de website zal komen. Kan je ook al raadplegen in de handleiding of je kan ons hier op Trend contacteren. Ik denk dat er geen openstaande vragen meer zijn. Nee. Oké. Misschien, Christine, aanvullend. Stel dat mensen een licentie hebben van MindExpress 4 die ouder is dan een jaar. Wat zijn dan eventueel kosten om over te gaan naar MindExpress 5? Ja, weet je dat? Ja, en ik ga misschien ook de weg tonen naar de website. Zie je dat misschien zitten, Sandra, om te surfen naar jabla.com? Anders, ik stop al eventjes met delen, dan mag je het overnemen. Super. Oké, dankjewel. Dan ga ik mijn scherm weer delen. Ja, en als aanvulling kan ik ondertussen nog wel even geven, ook om een beetje Sandra's vraag toe te lichten. Heb je een hulpmiddel met MindExpress 4 gekregen in het jaar 2020, dus vorig jaar, dan kun je in principe gebruik maken van een gratis upgrade van MindExpress 4 naar MindExpress 5. Dus wat Sandra aangeeft, is het langer dan een jaar geleden, dus voor 2020, dan zijn er kosten aan verbonden. En nu ben ik ondertussen naar de Jabla-website gegaan, jabla.com. En daar heb je een support- en trainingpagina. En bij de veelgestelde vragen vind je heel wat interessante informatie over. Ja, die overgangsperiode, licenties, beveiligde bestanden. En daar heb je ook een topic. Ik heb MindExpress 4, hoe ga ik naar MindExpress 5? En daar zie je inderdaad duidelijk van, kijk, wil je graag upgraden? Contacteer misschien jouw leverancier, RDG Compagnie. Heb je het inderdaad aangekocht in 2020, dan heb je een gratis upgrade. Nu weet ik niet hoe het zit in Nederland, maar in Vlaanderen heb je ook een bepaalde tegemoetkoming via de overheid als je factuurdatum niet in 2020 valt. En dan de upgradeprijs vind je ook terug hier op de website. Ja, voor Nederland geldt het verhaal wat jij aangeeft, hè, een stukje ondersteuning en dergelijke, niet. Wel bestaat eventueel de mogelijkheid om te kijken of je met een goede motivatie dit bij de zorgverzekeraar in zou kunnen dienen. Dus als je aan kunt geven met een goede reden waarom je MindExpress 5 upgrade nodig zou hebben, kun je dat eventueel proberen. Tot nu toe is dat uit mijn ervaring nog heel mondjesmaat gedaan. Dus het is heel moeilijk om te zeggen of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. En een interessante is natuurlijk, hè, wat ook al in de chat naar voren kwam, is dat het wel heel prettig te bewerken is. En dat kan natuurlijk bijvoorbeeld als het gaat om bijvoorbeeld mensen die wat moeite hebben met bewerken, ouders en dergelijke, dan kan het zo zijn dat een goede motivatie kan zijn, zodat je wel score goed kunt blijven onderhouden. En natuurlijk eventueel gebruik maken van de nieuwe features die in 2.0 voorkomen. Het was een vogelvlucht, zoals Sandra aangaf. Dus alles kan je ook zeker nalezen op de website, jabla.com. Er is een luikje Wat is er nieuw in score versie 2. En daar zie je echt opgelijst, heel visueel, met printscreens. Dus ik ga even naar woorden schatten op de website. Naar score. En dan heb je effectief een luikje score 2, Wat is er nieuw? Met een uitgebreid documentje. Hoe je al die verschillende functionaliteiten kan gebruiken, waar je ze precies terugvindt in score versie 2. Dus sowieso info op de website. En dan wil ik inderdaad verwijzen naar de veelgestelde vragen en naar de opleidingen. Want er wordt de workshop georganiseerd alvast op 25 mei, Sandra. Maar kijk, ik kan niet switchen in mijn PowerPoint, sorry. Ik kan het zo eventjes laten zien. De vraag was ook nog, hebben we er straks ook nog een vraag gehad over dat vergroten van de vakken en over de miniscore en two-steps? Ja. Want dat is nog niet aan bod gekomen, zie ik. Ja, kan je misschien inderdaad dan toch de PowerPoint delen, Sandra? Want daar heb ik inderdaad graag voor. Oh, dat is prima. Ja.
Dus normaal de volgende slides. Voilà. Dus wat is er nieuw? Staat op de website. Je hebt de vak en je hebt de support op afstand, de opleidingen. Ja. En dus hartelijk welkom op de workshops georganiseerd door RDG Campagne en gegeven door Sandra. Dus inschrijven kan via de website en de eerstvolgende is op 25 mei. En dan heb ik inderdaad op de volgende slide nog even een uitnodiging om eventueel vrienden te worden op Facebook. Dus je kan je lid maken van de Score NL Facebookgroep. Daar kan je vragen stellen aan andere Score-gebruikers. Wij van Jabla zijn ook vertegenwoordigd. Dus misschien interessant om daar van elkaar te leren en inderdaad elkaar feedback te geven over Score. Een soort community te creëren. En dan op de volgende slide. Ja. Dus we spraken kort over de tweestapsversie van Score en over de miniscores. Als je even verder bladert, Sandra. Voilà. Dus in MindExpress 5 kan je verschillende afgeleiden, als het ware, van Score gaan importeren. Via de MindExpress website kan je de tweestapsversie gaan importeren. En je ziet bij de beschrijving wat dat precies inhoudt. Dus dat betekent eigenlijk alle woordenschat die je kent van de score versie 1.76, maar weergegeven op minder rijen en kolommen. Dus ik wil die straks misschien zeker eens tonen, maar ik wou toch al even zeggen, qua functionaliteit, dus qua woordenschat, qua multimedia, qua grammatica, is deze identiek aan score versie 1.76, is gewoon toegankelijker voor alternatieve bedieningsmethodes en als je minder vakjes op één pagina zichtbaar wil hebben. En als we dan verder scrollen door de PowerPoint, dan heb je de miniscore 400. De miniscore 400 kan je importeren als kant-en-klaar document in jouw MindExpress 5. En de miniscore 400 is een gratis MindExpress bestandje. Dus je hoeft niet te beschikken over een score-licentie om miniscore 400 te kunnen uitproberen, te personaliseren, te gebruiken. En hier is ook beschreven wat de verschillen zijn met de reguliere score. Dus minder rijen en kolommen, maar ook een reductie in de woordenschat en een reductie in het aantal subcategorieën. Er is wel wat multimedia voorhanden, maar geen mail en geen sms. Daarop volgend heb je de miniscore 1000. Dus ook uitleg terug te vinden als je het importeert in MindExpress 5. De miniscore 1000, die kan je raadplegen, die kan je gebruiken, die kan je bewerken als je een score-licentie hebt. Dus ofwel een demo van 30 dagen, ofwel effectief de aankoop van een licentie. De miniscore 1000 heeft ook minder rijen en kolommen dan de volledige score. Die heeft alle hoofdcategorieën en subcategorieën van de gewone score en ook alle multimedia van de gewone score. En heeft dus ook die mogelijkheden van grammaticale mogelijkheden. Dus die kan je ook gewoon importeren als kant-en-klaar document in MindExpress 5 en kan misschien inderdaad een opstapje betekenen naar de volledige score. En als we verder scrollen in de slides, zou je normaal een soort van vergelijkingstabelletje moeten zien. Dus deze komt ook op de website met een overzicht van wat zit er in de volledige score en wat zit er in die afgeleide versies, die andere versies. Want dit tabelletje had ik al even gemaakt voor Monique, denk ik, maar ik weet niet of ze live aanwezig is. Dus hier zie je een beetje opgelijste verschillen qua layout, qua inhoud, qua functionaliteiten. Dus dat kan je rustig nalezen op de website op termijn. En dan weet ik niet of daarmee de specifieke vraag beantwoord was eventueel over de tweestaps. Donald geeft even aan, in Vlaanderen lukt de aanvraag goed met zijn goede motivatie. En dan heeft Frauke nog gestuurd. Okay. Zijn er momenteel nog vragen? Laat maar komen. En alvast dank jullie wel voor de tijd en de interesse. En wie weet tot in een workshop op termijn. Ja, en veel plezier met scoreversie 2. Ja. Nou, fijn dat de uitleg duidelijk is geweest. Hartelijk dank voor de tijd en interesse. En wie weet tot mails of tot ziens.